Aksje en reactie. Het een maakt het oren los. En daardoor gaat het joen om deze tafel. Jopie Huisman die maakt het nog een heel tijd een heel soort los. Dat zei theatermaker Kees Botman, die bij een meerdaags belevingstheater langs Oude Rijntehuizen reizigt. En de Bulgaarse keuken maakt de smaakpapillen van huiskokkerijse spanningen los. Maar we beginnen nou eerst met WTOC tegen Leo Fadia. Een voetbalwedstrijd in de kelder van het amateurvoetbal. Een wedstrijd die een soort reacties losmaakt. Want Sybren Bosma, daar spelen ze bij WTOC. Ja. Welkom. En die wedstrijd tussen WTOC en Leo Fadia, wie Aron Sneun, steunt de midden, is staakt in de 66e minuut. Ja, klopt. Wat is er precies gebeurd? Nou, in de tweede helft was er een speler die het nodig vond om een opmerking te zien. Waarvoor de voorgebeurde ook al was. Hij gooide een bal in mijn hol aan. Ik had het gevoel dat er ook in mijn stomp aan wou rennen. En dat die er ook een paar keer. Ja, even voor de mensen thuis, want er was één erem. Ja, klopt. En die oren zijn mij geboren. Zij is geboren. Ja, ja, dat is de rochter. Dan missen ze de rochter. Ik mis de rochter, ja. Ja. Ja, klopt. En wat zei hij dan? Hij zei, later zei hij dus van, nou, als ik die oren gewoon direct al heli, een kleine gehandicapte, dan zei hij direct nog achterom wat ik net niet had, maar wat er zelf letter net zien, dus hij het zijn. Onvoorstelbaar. Ja. En toen? Nou ja, en toen ran de emoties wel heen op. Dat, bij jij? Bij mij, ik, maar net alleen bij mij. Ik ben de ploeggenoten van mij en bij de supporters eromheen. Want die hielden het al je jet? Die ging net al. Ik ben de eerste die dat had. De scheidsrechter, die koos je direct naar die, want die valde de bal en de bal viel voort. Maar op het moment dat hij dat zou, die directe tjinstander nemen kon? Ja, ja, klaar is die vrij tegen Bimmy. En dan, ja, wat gebeurt er dan bij jou? Nou ja, dan kan ik net beseffen wat zijn jongen dat zei, zeg maar. Dat kan ik gewoon net beseffen. En toen, dan gaat er wat mis, dan wordt het reed van die negen. Ja, dan wil ik zwart verdedigen, dan kan ik mezelf net in bedwang horen. Ik nog een speler van u, die pakt me bij, die beschermt me. Die zei, als toen nou iets gaat doen, dan kan je een beetje scoring van u horen. En dat moet ik net. Nee, en die heeft ik twee broers, die zitten ook in het eerste van WTOC. Twee broers, ja. Maar die winnen ook leuk, denk ik. Nou ja, die winnen ook trotlend heen, ja. 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 En toen is de wedstrijd staak, want Jim bent toen massaal als WTOC zijnde van het veld. Ja, ik ben toen van het veld ook gingen. En toen kwam de scheidsrechter bij ons, die vreugde ons of ik trouw woon voetballen. Maar dat doen we dus zonder die jongen dan. Nee, dat wordt die jongen zelf ook wel, maar onder de trainer van de Champpartij, die ziet van, nee, die jongen die wisselt net, die wil voetballen letten. Ja, nou hebben we de trainer bellen van Leo Fadia, dat is André Postuma. Die zei nou ook, ja, hij vindt het schande eigenlijk wat er gebeurd is, hè, Aron Sneun. En hij hier, deze spits achternooi, ik beter wikselen kind, zo zei hij zelf. Ja, kist hij wat mooi? Nou, eigenlijk net als achteroor. Het is een voorbeeldfunctie, zijn hier jij dan voortendag te zeggen van, ik wissel die jongen. Ik ging gewoon net wat er zijn had. En die jongen had zelf ook nog Jimmy zijn, dat het zijn had. Want je had zijn excuses om jongen ben. Ja, nee, dan kan ik niks mee aan het trainen. Nee. Want de voetballers bij WTOC, daar is nou een jongetje hier. Jongetje hier, ja. Ja, en de voetballers al die een hele leven lang, hè? Ja, van de HPPL, 4-4 ongeveer. Ja. Ja, dan zit er al bij. Toen zie ik er al. Nou, maar daar ben beelden van, hè? Ja. Ja, echt Messi-achtige taferelen daarin, oh, het woord, die kunnen even Shell zitten. Dat is Sybren, en jongens, zet het maar voor. Ja, dit ben de beelden. En dit bestouw, hè, Sybren? Dit ben ik. In het deal. Ja, klopt. Dit is een filmpje van een Iris Tierling. En zorg eens om. Toch net al. Zit hij er mooi in of net? Zit er mooi in. Ja. Want daar zit ik op het CIOS en dat was eigenlijk van sport, was ik die werkmoes. Ja, ik wil eigenlijk wel in de sport verder gaan. Ja, sportleraar of voetbaltrainer. Zij is die richting die we ook wel uitgaan. Ja. Maar als dit nou gebeurt, hè? Dit is dan sneut een beetje gebeurd. Ja. Is dan de leefde van het voetbal, de leefde van de sport. Hebt hij dan ook wat voet? Ja, de plezier in het voetbal gaat dan wel voet. Tenminste, wel voet naar de wedstrijd. Maar dan tref je jou daar een letter, zeg maar dan. Ja, dan zullen we zakken wijzen. Ja. Ja. Maar is er wel even een tocht om misschien wel 300 mee op te houden? Ja, dat had ik toen ook nog. Als je naar radio zijn, dat ik er dan ook wel mee op horen wil. Daarom was het met me zo verdrietig om het op Facebook te zetten. Want ja, die vonden het natuurlijk net leuk dat ik... Dat natuurlijk zei. Nee, want die meme inderdaad, die had het een bericht maken op Facebook. Ja. Kan ik even shellitten, dan zul ik het eventjes wat ze erbij zetten. Het. Gisteren weer tot op het bot uitgescholden, alleen omdat je voetbalt met een handicap.
graag zoveel mogelijk delen. Dat is het berjocht van die mem. Nou, dat is eigenlijk gebeurd, want het wordt deeld. Maar liefst meer dan 4000 keer ja. is het deeld. Ja. Komen ook een heel soort reacties komen dan los. In je reactie komt van Boukje Bielstra. Gedeeld, triest. Ze keer maar hun fot net om hem heen komen, denk. En dan proberen ze het maar hun grote bek. Ja. En nog een berjocht of een reactie komt dan van Wietse van der Veen. En die zei van, het is voor mij duidelijk dat de KNVB haar een plicht wel had. Als dit op hoger niveau gebeurt, dan wordt het wol ontpakt. Dat maakt het dus wel een heel soort los, ja. Ook op social media. Viel die steunt door dit soort reacties? Nou ja, dat viel me wel steunt, ja. Het zei wel genoeg dat er zoveel mensen zijn die dat delen. En dan gaat ik gewoon trouw heel Nederland heen. Ja, dat viel me wel steunt. Ja, ja. Goed als je zegt, hè? Want dit is een statement van... Ja, dit gaat net alleen van mezelf, maar ik hoor mensen die ik een handicap hadden. Ja, natuurlijk. Ja. Je maakt een statement, hartstikke goed. Ja, want in de jeugd, want de voetballers is al dus een heel iets jonkje virus. Ja. Hier is er toen ook al les van, maar waren er toen ook al opmerkingen? Ja, opmerkingen, maar ja, dan ben je 14, 15 jaar, maar dan moest ik nog leren. En dan zijn ja, zulke jongens die kinderen ook net heel veel, maar die moet ik nog leren hoe ze, wat ze zeiden kennen. Ja, maar, dan kun je, ik zei ze misschien in het heetst van de strijd, hè? Dan in je mijn brillen zou gaan schelen. Ja, ja. Ja, zo gaat het dan vaak. Ja. Van, dan moet je misschien ook zoiets hebben van, nou ja, die jongens die weten misschien net beter. Daar steen ik gewoon boven. Ja, dat zou ik kennen, maar dit geeft me wel gewoon te vier. Dit ging gewoon naar. Nee. Nee. Want hoe vaak gebeurt het? Ik bedoel, dit is dit hier dan? Nou, of voor dit gebeurt haast nooit. Ja, voor hier weet ik nog een keer gebeurd. We zien RWF, zo'n direct man die zei van... doe juist net in dit voetbalteam thuis, doe juist in G-team. En dat heb je meerdere keren dat zei. Nou, daar kijk ik me helemaal niet bij. Hier is zelf een keer bijvoorbeeld een zoon aan maat niet direct had. En dan praat wel oors, neem ik gewoon. Ja. Ja. En ben er meer, of best al linnig, of hoe gaat dat eigenlijk? Hoe zit dat? Ik bedoel, ben er meer die een jerm missen of wat dan ook? Handicap hebben. Ja, nou ja, dat zullen vers wel meer wezen, maar daar kom ik net maar in contact. Nee. Maar is de behoefte om wat het wan dan? Ja, om iets op te zetten? Nou, ik zou het net, want ik viel me gewoon, zoals iedereen zei, maar ik viel me net horen zoals. Nee. Nee. Want die wedstrijd is natuurlijk staakt, uiteindelijk. En die moet dan wel uitvoetballen worden. Ja, klopt. Ze is dan wel mooi van? Ja, tuurlijk, denk ik maar. Ja? Ja? Wat vind je staan? 1-0 voor u. 1-0? Ja. Ja, dan moet ook nog wat gebeuren, dus, hè? Ja, want hij is nog net binnen. Nee. Oké, nou, zien we mooi dat ze dit vertellen worden. Ja, oké. Tuinbientjes, mijn spek, dat wie het favoriete eten van Jopie Huisman. En theaterselske Buoch, die gaat op het stuit bij Verzwagingshuizen Del om het verhaal van de Frieske schilder te vertellen. Aasen een reportage. Tuinbientjes, mijn spek. Vind je dat lekker, Roitsen? Dat is lekker, ja. Maar als je tuin kruid, ik daar gewoon in het man. Dat is ook lekker. Dan is het helemaal lekker. Ja, vast tuin kruid. Want de tafel is bedekt, Roitsen. Want, ja. Dat is omdat Roitsen Spanninga voor u één keer in de mannen op ziek gaat naar een onbekend boeteloos recept. Toch? Zij ja, het? En deze keer weer Bulgarije. Bulgarije? Ja. Nou. En dan kom je daar en dan is voor mij elke keer een verrassing. Want als ik daar kom, ik heb geen idee, want dat doet de redactie ook heel goed. Hè? Dat horen ze al keer achter. En dan kom ik daar en dan denk ik, ja, tjoe, wat maak je maar. Ja, maar Bulgarije zit nou net echt bekend om zijn culinaire heegstand. Nee, maar wat we hier jongen eten, dat is ook echt arbeidersieten, zeg ik dan. Dat Jopie Huisman die... zo zei ze van, nou, jammer man, boat. En het is ook lekker, maar ja, het is nog suikel. Ik zoet dan direct net zeiden van, nou ja, dat is nou de tijd, is nou wat voorbij. Maar, ja, okay, het is mooi tijd. Dan maar in Bulgarije is het altijd winter. Dat volgens mij al. Maar, wist wat het is? Het is sanneskerig om te zien wat voor beweegredenen er al gaat. Het komt alle keer bij memmen waai en bij families. En dit eten ze daar een heel soort. En leuk, wat ik vond, is dat wij die suikel hier snijden. En wat ze daar heel vaak doen, hier liet ze me ik zien, dat is een hele zuurkool, die had ze in zijn geheel, maakten ze die zuur, dus ongesneden. En dan snijden ze de steken af. Dat vind ik heel leuk. Ja, en ze worden die ook dronken vieren, toch? Tjonge. Tjonge. Ik heb nou nog op een stem. Oh ja? Ja. Zullen we even zien? Zullen we even. Kieselo, zele, ze zwinsko. Ja, goed gedaan. Ja? Ja. En wat is dat? Dat is varkensvlees met zuurkool en een beetje rijst. Ries en zuurkool, trommelkool? Ja. Wij door de herpels doorheen. Schouder, carbonade. Eten veel in de winter. Omdat vroeger het was niet zoveel verse groenten. Zo ja, zuurkool was makkelijk. Blijf de hele winter... thuis, zuurkool. Petja? Ja?
Met alle suiker erin? Ja, alles. Alles? Ja. Ik denk deze is populair in hele Bulgarije, maar ook in verschillende delen van Bulgarije. Zij ook hebben verschillende recepten. Perfect. Aha. Half Bulgaars. Ja? Ja. Ja, voor een beetje? Ja. Zo, oorloeren stoven. Nou, Petja, we hebben een toomachtje maat, hè? Ja, kan ik jou inschenken aan een beetje rukje? Door mijn vader gemaakt. Ik, die hij mag, hè? Ja, dat is een heel sterk drankje. Hoeveel procent? Oh, sommige, ik denk, zijn ongeveer 50. Dat dacht ik al. In de ogen kijken? Oh, in de ogen kijken. Nou, dat is eraf, hè? Na zdrave. Geen bacteriën meer. Nee, dat loopt direct. Alle bacteriën in één keer verbrand. Eén keer? Ja. Even vet, of net? Nee, het is lekker. Oh. Als je het niet met zoveel olie, dan is het droog. En, Daar gaat ie. In de oven. Kleren, hè? Dat zit erop. Het roept lekker. Nou. Oh ja. Petja, wij zeggen altijd een lekker eten. En wat zeg je? Prijaten appetit. Is de krek zo lekker als met mij? Ja. Hm. Ben ik weerslagen. Ja. Goed gedaan. Nou ja, en het zit nou varus, jongens. Ja. Wat, dit is dus typisch Bulgaars. Ja, typisch Bulgaars. Ik had nog nooit van mijn leven maken. Zelfs ik nog nooit van mijn leven pruien. En ik moet zeggen, echt slecht is net. Nee, het is net slecht. Nee, echt niet. Koe minder. Het koe minder. Het koe minder. Ik heb wel en... vallen, want ik heb al honger, jong. Ja, toe maar. Ja, jongens, we beginnen gewoon. En zoen ze ze Bulgaarse wien, maar dat koek ze gauw net bij me ook rijden. Is dat er wel, Bulgaarse wien? Ja, maar Arjen, jongen, die rijkja of... Jongen, wist een zo verschrikkelijke sterk. En ze blauw maar skinken, want ze wil graag dat we dat goed praten vanzelf. Ik vind dit wel lekker trouwens. Ja, apart. Het is, ja. Het is een beetje risotto-achtig. Ja. Zie je, vind je het lekker? Ja, denk ik goed. Ja, toch? Ja. Ik dan markeert daar helemaal niks aan, Reutje. Nee. En wat zit er aan? Er zit bargevlees in. Ja. Oké, okay, en want het zit een beetje tussen Azië en Europa in. Verniem je dat dan ook een beetje mooi bij de gerechten die ze er al je kleren houdt in Bulgarije? Wat zij doen, dat zeggen we net op camera, maar ze eten verschrikkelijk volle knoflook. En wat zij vertelde mij, Patja, dat ze een hele bal knoflook bij zijn maaltijd opiet. Een hele bal, als een appel. Als een appel? Ja, gewoon rauwe. En dan is dan Bulgaarse knoflook, die is waarschijnlijk wat lichter van smaak. Nou, ik ga eerst een tjentje erbij horen. Nou ja, 2 dagen aan les vanzelfs. Want ja, ik bedoel, het is gewoon één grote, het is al een rauwe knaf, jongen. Ja, dat zijn ze dus. Even niet. We hebben het feest. Ja. Maar dat zit hier net in, denk ik, wel. Nee, ik heb wat afstemd op Muus Vries. Ja, want ik mag jou nog even. Dus, ja. Oh, dan mag ze optreden, Kees. Ja, nee, geen optreden, nee. Ja. Oké, nee. Maar, dit moet nog minder dan nog. Ja, dit is uitstekend. Want dit is Bulgaars en want het is toch, want er is dus één keer in de maand zo ergens hinnen. Ja. Binnen een soort ommelding, want de meeste kinderen hadden zelf ommelden. Ja, dat ken je nog steeds. Dus heb je een buurvrouw of heb je een vriendin of maak je niks uit. Ga even naar de site van Omroep Friesland, even naar Bint. En jou het even oor, dan kunnen we dat misschien nog invullen. Het zou hartstikke leuk zijn. En dan komt het ook bij de meeste thuis om het te leren en dan eten we hier heerlijk om tafel op. Is het een hartstikke leuk? Ik vind het een fantastisch concept. Ja, geweldig. Ja. Deze houden we erin. En hoe heet dat nou in het Bulgaars? Och, wist dat nog? Nou ja, ik heb correct zijn. Ja. Ja, dan mag het even in de herhaling hebben. Even in de herhaling. Ja. Zwijnski. Zwijnski. Net zo. Zwijnski? Zwijnski. Zwijntje shit. Ja. Nou, het is lekker, hartstikke, ja, het is uitstekend. Jongens, we gaan terug, want als de meesten net naar het theater kennen, dan mag het theater maar naar de meesten daar. Ja. En dus reizigt Kees Botman van Bujog bij de Frieske Zwartcentradel om Oudrein onder te dompelen in de vrouw van schilder Jopie Huisman. Ja, zij is het, Kees, hè?
Ja, een complete week Jopie in een zwaarhoes. Ja, want dit is een project om meerdere dagen eigenlijk. Ja, een complete week. Een week. Ja, we beginnen maandag met de expositie, dus schilderijen, replica's natuurlijk van Jopie Huisman. En orde spullen, hè, zoals het orde Jaske. Jaske, wat je direct hoort. Dit is het originele Jaske van Jopie Huisman. Wat hier op tafel uit is het Jaske van Jopie. Ja, dat komt in het museum. Ja, ja, ik orde voeden. Orde vorm bent eigenlijk. Ja. Zit je voeden maar check maar in. Alles is eruit, helle, ja. Ja. De laatste cent. Ja. Hey, en wat is nou de achterliggende gedachte dat je hem dit toch? Nou, dat er in die zwaarhoes eigenlijk net zo volle meer gebeurt. Hè. Het werd aardig uitkluid eigenlijk. Er is haast geen yield meer. Dat is schrikbarend eigenlijk. En er wil je een heel soort nog orderen die waarvan wij vinden, ja, die mag ook wel een beetje meer mijn cultuur in onruid zien komen. Ja, en daar is dus amper yield voor eigenlijk. Ja, dat is waar. Bij sommige hoers is hartstikke yield. Dat is echt schraapje voor een beetje yield om die wieken daar te krijgen. Ja. En dat is, ja, een wieken gebeurt er al wat. Hè. Die man die komt de expositie, die werd gebracht, die werd letter erop hellen. Wieken erop. Theatervoorstelling is er, het favoriete item van Jopie, krijgen ze dan. Tim Jensens met spreken met Tim. Ja, dat is een oorlogsverhaal, prachtig, ja. Dus dat krijg je dan ik. En dan en eind van de week is er een workshop. Elke keer een schilderen. Liek als Jopie. En, nou, en dan is het een complete week een heel soort reuring. Ja, tuurlijk. Dat is prachtig om te doen. Hey, en wat loopt die mensen dan sabot on Jopie? Om zien libben, om zien werk. Maar nou, is voor die mensen ook een beetje een icoon of zo? Nou, ik zie ze elke keer. Het is Gods woord in een ouderling. Jopie die schilderde, dat is ik zo fascinerend. Die schilderde een tiert, die hebben wij achter is litten. Dat is een tiert van Jermoede. En die hebben we net meer. We hebben nou rijkdom en alles is er. Alles is te kepen en alles genoeg. Maar die Jermoede hebben we achter is litten. En juist dat schildert hij. En daarmee is dat ik nieuwsgierig. En dat is ook een tiert die de orderen nog kennen. He, die komen nog uit het tiert dat er gejeld wie en niks wie. En die had nou ik kennen. Ja, die had nou ik goed. He, in zo'n zwaargoed zitten ze goed wat dat betreft. Maar ze kennen nog heel goed. En daarmee, het is dus net nostalgie, maar het is herkenning van, het begin van hun leven. Ja. Sieben, Kistoom, Jopie Huisman. Ik ken hem. Nee? Nee. Zullen we even zien? Nee. Een stukje, een fragment van een interview met Klaas Jongsma. Oké. En waarom ben nou gewone onderbroekjes en nou sloffen? Dus gewoon waarom herkennen meesken daar wat in? Dat is toch een getuigenis, die dingen, van een onvoorstelbare jermoede. En als het saerum heeft, dan heeft het geestelijk natuurlijk ook verschrikkelijk moeilijk. Nou, wat er hier onder doorkomt, dat wie toch vroeger al, we kennen het beterien op een pof en op een borg en dit en dat. Dus die meisjes, en dan wordt het wel gecompenseerd door de sjerken, die zei, ja, je letter komt het al een keer. Maar tenslotte ben je hier net samen van niks deel zetten. Dus dat weer een heel ontroerende zaak van mij. Ik dacht, ik heb in zijn goed mees. Ik heb wel voor vrouwenverenigingen destijds praten, maar dat broek van Meuk Albertje. Ja. Mooiste ding wat er in het museum zo wat hangt, in mijn gevoel. Dan zei ik, je lacht erom, maar je kijkt naar jezelf. Ja, is dit, want hij is stoorn in 2000. Ja. Maar wat we nou niet kregen, Jernek van Jopie Huisman, is dat nou eigenlijk wat hij losmaakt bij de meisjes? Nou, wat hij losmaakt is behalve dat de meesten vinden het prachtig werk. Hè, de meesten ben ik al een keer in het Museum West natuurlijk. Maar wat het losmaakt is dat ze zelf dicht bij die tiert wegkomen. En dat is het mooie ervan. Ja, maar ze komen met al je verhalen toch bij Jim? Ja, als wij komen om op te bouwen, dan het opbouwen dat neemt een oer. En het praten, maar elke keer die voorbij komt, dat is nog drie oeren. Want elke keer had natuurlijk een verhaal. Heel zoals hij Jopie nog kent natuurlijk. Hè. Weer die eerste is een beetje op televisie, hè, van gewest tot gewest en dingen. Dus ja. Dat witten ze al heel goed. Een televisiester toen, he? Eigenlijk. Van die mensen die hij een televisiester. Ja, absoluut. Ja. Dus dat witten ze nog heel goed. En dat werkt misschien ook wel een beetje therapeutisch dan? Nou, ja. Ja, van één kant wel. En dat vind ik bij die workshop ik wel. Dat ze toch, als we het begin van die weekenden komen, denk ik elke keer van, ah, daar willen we net om beginnen. Maar dan is de expositie en de theatervoorstelling en dan gaan wij. Melden zich steeds meer aan en op het eind van de week zit die workshop gewoon vol. Zitten er 20, 24, ja, ik was 15. Die zitten dan ik te schilderen. Sommigen gaan nog nooit schilderen. Voor het eerst krijgen ze een paneeltje voor zich en verven. Ik heb voorbeelden bij me, was dat Jan? Ja, awesome. Wat ik wil eerst graag weten om een beetje een beeld te krijgen van hoe hard het dan gaat. Hebben we ook Maaije Mooiwest in Bolzen winnen, hè? Ja. Ja, oké, okay, we even een Jan. Ja. Leuk. Ik ben wel eens een keertje in expositie geweest van hem in Jomarkum.
heb ik al gekeken. Maar ik zei van de week een actie van Robby Huisman. Zeg, dat moet ik nog wel eens een keer zien. Ja, oude vonden van hem, dat moet ik maar eens even bekijken allemaal. Nou. Goedemiddag, meneer Mintjes. Goedemiddag. Heeft u ook zin om mee te gaan naar beneden? Ik heb wel even. Ja, dat is een expositie van Jopie Huisman. Doe maar. Nou, gezellig. Komt u staan? Ja. Ik ga hier. Nou, dat kiet best. Ik vind het een geweldig idee om maar zo'n die circus, hè, circus Jopie Huisman. Maar dat ze echt zeggen van nou, de mensen die net zo mobiel binnen en die eigenlijk wel een heel soort mooi hebben, dat die dat dan zo lang gewoon heel dichtbij horen kunnen. En ik heb het idee dat mensen er heel erg van genieten. En ze hebben wat oude spullen erbij. Dat zet mensen toch steeds meer aan het denken. Ze komen helemaal in het verhaal. Warken bestaat dat, ja. Ja, dat ben ik wel lief. Oh, prachtige schilderijen. Godske zo, daar wat goed die man schilderen. Hij verkocht vonden, die hebben nou niet meer zo'n vrouw. Nee, die ben er niet meer. Vonden, dat besteedt niet meer. Nou, gooi het voor het hup in een container. Ja, dat is nog een keer zo. Het is een hele oude tijd. Allemaal. Welkom in ons museum vandaag. Alle activiteiten deze week staan in het teken van Jopie Huisman. Woensdag de theatervoorstelling en de lievelingsmaaltijd van Jopie Huisman. En donderdag de workshop schilderen. Zij krijgen natuurlijk een heleboel inspiratie. Dus dat moet ze straks omzetten in transpiratie, want de schilderkwaliteiten, die schat ik net heel heeg in, maar... He, als je trots zetten, dan kun je vaak nog meer dan degene die een geweldig talent heeft en net trots zet. Dus we zullen zien wat ze erop kosten. Ja, ik ben heel benieuwd. Erg leuk. Ja, ja. Van Vierden Sjöksten, dan is echt. Nou, wij met van de Wieke Schilder, dan moesten wij dat zo kennen. Maar dat kennen wij niet. Voor net op de rekken. Dat we dat kennen. Denk ik net. Nee, dat wordt niks. Nou ja, ik heb het er weer uit. Ja, dan krijgen we een beetje een beeld, hè, van hoe het dat ja. Dan gaat. En meestal mooi dus zelf, ex-schilder je? Ja, eind van de week komt de workshop en daar ben gons bij die hebben al schilderen. En ik heb voorbeelden bij. Ja, pak ze er maar even bij, ja. Want ik ben wel benieuwd. De kwaliteit van het schilderwerk. Nou, we hebben natuurlijk stapels schilderijen, hebben mijn naam. Maar er komt ook een expositie in het museum. Is het zo'n beetje in beeld? Ja, ja, dit is keurig. Er komt een expositie van oud 22 april in het Jopie Huisman Museum. Schilderijen die elke die makker had. Hè, dus ja. Ik ben iets van 100 schilderijen inmiddels. Maar dit is een professionele schilder? Dit is hier die kan schilderen. Hè, die ben ik. Dit ook net nooit. Nee, dit was net nooit. Dit is echt een nice schilder van een Jopie. Maar hierachter heb ik een mooi voorbeeld van die hier nog nooit schilderen. En die ziet er rond tafel van, ja, ik heb nooit schilder, wat maak je? Ja. En toen zei die keuster die dat joeg, die zei van, nou, sure, dat is ten treien van die verfpoetjes. Schilder je die maar. Nou, het is heel simpel. Maar dat is iemand die het toch voor het eerst schilderen en misschien keert het er wel mee verder, maar die doet even wat. En dat vind ik het dankbare van dit, van nou, elke keer schilder je en inderdaad, in een oer zit er gewoon wat op zo'n paneel en ja. Is het er. En is iemand, ik al is die oort, die doet er even wat en die heeft misschien wel een nieuwe fase in het leven. En dat vind je zelf ook het mooie van dit project, eigenlijk. Ja, daarom is het hartstikke dankbaar. Ik wilde het wel graag voortzetten, ja, om er iets op te betinken om verder te gaan. Ja. Want bij die hoezen, maar van alles gebeuren. Want het is schrikbarend hoe weinig er gebeurt. Dan ben ik hoezen, maar elke niet om zo'n oer op bed. Want er is niks voor die om. Nee. Nou, dat ken het. Nou, misschien kunnen we daar maar snel wat aan doen. En dan is... Schilder je, verhalen vertellen. Het kent van alles. Daar ben ik een beetje benauwd van. Als het semen is, dan kom ik Tumbien meisje. Ja, Tumbien is mijn spek. Ja. Favoriete gerecht. Dat dorst? Ja, natuurlijk dorst. Ja. Hartstikke leuk. In beweging. Dat is ja, in beweging. Nou, tierentank. Want het is wel wettig trouwens. Want de mooiste stikjes, die krijg ik nog een plakje in het Jopie Huisman Museum. Hè? Ja, expositie van 22 april in het Jopie Huisman Museum. Dus er ben iets van, liet ze 100 schilderijen van wat makkelijk is. Tot de provincie in 24 en de meeste zelf ik nog mooi bepalen. Hokker schilderijen. Nou, we hebben ik nog even een aantal nominaties. Die kerst op een site, van Buurg of van het Jopie Huisman Museum. Even de namen van de site?
Nee, dat is op Facebook of via de site van Joopie Huisman of van Buog, BUOG.nl. En dan kun je kiezen, want we hebben genomineerden, want we hebben 2 prijswinnaars. Een winnaar van de geoefende schilders en een van de naïeve schilders die nog nooit schilderen. Hè? En daar kun je dus thuis op stemmen wat dat winnen moet. Oké, okay, hartstikke mooi. Tiegetank. Heren, Tiegetank. De mooiste schilderijen dus, die krijgen een plakje van 22 april al in het Joopie Huisman Museum. Ons A4. Lege worden. Wat wil je dan meer, Reutse? Daar is keer vanzelf met Sjernheid Frieske Nijs in Joert van ook nog een hele gezellige joen. Tjoch. Tjoch. Hey, Scott. Ik moet je wat vertellen. Ja, daar ben ik weer. Oer 110 dagen, dan begint het scootjesielen weer. En de nieuwe vastzitter, René Nagelhout, die zit morgen al in Bient. Wat wie? Nee, let maar.